Maar lief laat de mobiel vallen van de schrik. Louis die zag wel anders. Ja, ik vind het altijd wel mooi. En we lopen nog even een rondje. Hallo allemaal, wij zijn de Nagelkerkjes. Dat jullie kijken naar deze vlog van vandaag. Man lief laat de mobiel vallen van de schrik. Wij zijn vandaag in San Pedro de Alcantara. Dat is een dorpje naast Estepona. Dit gaat niet goed hier. Louis die zag wel anders. Louis, kom. En het is nog redelijk vroeg en we zijn op weg naar de markt. De Sins die lopen al ver voor ons. Louieke gaat ook lekker mee naar de markt. En wat ik altijd doe op de markt is een bakje koffie drinken. Er zit een terrasje. Twee keer. Ik geef er niet zo om. Maar ik ga even aan jullie de markt laten zien wat er allemaal is. Echt een hele grote markt hier zo. Er zijn best wel wat marktjes en iedereen die op vakantie gaat, gaat natuurlijk altijd naar een markt. Dus wij ook. En ja, hier is de start. Ze hebben hier ook hele leuke groenten en fruit. Ja, nee, die staan daar te wachten. Ik zie zijn junior ook. En heb je er zin in, man lief? Ja? Heb je lekker kauwgompje? Ja, hier is de start. Zin in junior? Ja? Ik wil weer kopen. Wat wil je? Poppetjes kopen. Een poppetje? Ik denk dat je wel iets uit mag zoeken. Wat zei je? Ik denk dat je wel iets uit mag zoeken. Maar lief, wat wil jij? Jij wil ook wel iets uitzoeken, denk ik. Wat? Nee. Jij mag ook wel uitzoeken. Ja, en ik ga een poppetje van Pokémon. Kijk maar. Gewoon een klein geitje. Ja, ik vind het altijd wel mooi. Het is echt een fruitkraam. Met allemaal ja, andere tomaten. Oh, lekker bramen. Lekker hè? Ja, die nemen we straks als ze weggaan. Mini komkommertjes, avocado's, vijgen, watermeloenen, kruiden. Hele andere mango's dan bij ons. Ja, aardbeien. Ga je mee, Junior? Ja, je ziet, het is echt mega druk. Ik word er altijd een beetje kriebel van. Dus mijn vaste plekje. Hier om de hoek. Nog meer fruit. Deze heeft er wel prijzen bij staan. Rieten tassen. Mooi hè? Kan niet op. Ja, heel mooi hè. Het is echt een beetje de markt met echte dingetjes hier, zeg maar. Hier ook die sjaaltjes. Ja, niet zoals in Estepona is er ook een markt, maar dat heb je allemaal. Heb je hier ook, maar allemaal die nep merkkleding, zeg maar. Maar hier, dit zijn echte Spaanse dingetjes gewoon. En dan zie je deze rieten manden. Kijk, dit dat zie je overal wel. Daarvoor hoef je hier... dat vind ik echt... En hier is mijn terrasje. En dan een. Ja, we lopen eerst even hier met. Dat is leuk, want een koffietje is gewoon maar 1,50 euro hier zo. Dus ik ga gewoon een paar koffietjes nemen. Even naar de bloemen. Wij zijn terug van de markt. En ja. Ik heb nog niks gekocht. Ja, nou, goed zo, Junior. Junior die wilde heel graag, ja, elke vakantie krijg jij wel hetzelfde. En dan weer een keer een ander poppetje. Maar je hebt nog iets gekocht, laat die eerst maar zien.
Ze overleven op maar één vakantie. Een echte ventilator. Ja, wauw. Ik word helemaal weggeblazen. Nou, voel ik het. Ik heb ook nog poppetjes. Ook nog poppetjes. En Madelief ook, die is helemaal gelukkig. Die heeft kauwgom gehad. Kijk maar, dat zie je. Dat was al in de vlog, hè? Ja. Moet naar de een ventilator. En twee voetbalpakjes. En? En nep Jezusen. Gewoon Jezus, zeg maar. Jezus. Ik heb hem! Van de markt. Ze lijken wel heel echt. Maar je hebt nog een voetbalpakje gehad. Laat die andere ook eens zien dan. Ze zei vandaag... Dit heb ik al aan. Mama, mijn dag is weer helemaal, mijn dag is helemaal goed. Toen ze het voetbalpakje had. Dit heb ik nee, al aan. Nee, dit ja, heb ik al aan. Kauwgom. Wauw. Voor in het vliegtuig. Poppetjes. Poppetjes. Morgen gaan we weer naar huis. En waaier. En ik heb en een draadje van de waaier. Om de waaier op te laden. En die poppetjes, hoe heet die allemaal? Maar je weet dat. Elke zem. Deze? Elke zem. Alakazam. Vogel? Geen idee. Geen idee. Machook. Geen idee. Dit zijn allemaal. Dit zijn allemaal nep. Waar ik de naam niet van weet. En die? Niet zo mooi. Iets met Lu. Deze weet ik. Pikachu. En Mewtwo. Mewtwo? Mewtwo. En deze? Weet ik veel. Nou, als jullie er blij mee zijn. Maar ik weet die naam. Oh, allemaal een moeilijke naam. Oh, en een tasje. Ben je net echt? Het is jouw eerste tasje. Hier. Echt meisje. Oh, 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 junior. Niet doen. Ik was de telefoon. En we kauwgom. En je kauwgom. Maar ik heb geen tasje. Eigenlijk mogen jullie nooit geen kauwgom van je moeder, omdat je dan de hele dag staat te smekken. Dat vind jij vreselijk, hè? Ja. Maar ik wil ook een tasje. Een tasje? Wat van me? Wat voor je ventilator? Ja, dat moet jij niet lachen, want jij hebt op vakantie ook een tasje. Maar er ligt nog wel een plastic tasje, hè, van de supermarkt. Wil je die? Ja, die pak. Zit die stroom in? Ja. En welke club is het? De beste club ooit? Ik weet niet welke club dat is. Oh, zo van Real Madrid. En het andere pakje? Is van een gekke club waar Messi nu zit. Laat het zien dan. Een gekke club waar Messi nu zit. Moet je hem aan? Nee, laat maar gewoon zien. Een gekke club waar Messi nu zit. Weet je hoe die club heet, junior? Heb jij verstand van voetbal? Weet je wie Messi is? Ik weet het ook. Feyenoord. Paris Saint-Germain. Nee, ik kwam erop. Inter Milan. Heerlijke club. Dat is geen gekke club. Was het Messi daar nu? Volgens mij. Ik weet het allemaal niet. Volgens mij, ik ben een rospakje. Een hele gekke club. Dat is Italië. Er zit ook een standaardje bij gewoon. En bij Martin niet. En was je mooiste cadeau wat je gehad hebt op vakantie? Waaier. En mijn poppetjes. Nou, volgens mij jouw brandweerautootje. Daar heb jij al zoveel mee gespeeld. En ook van mij niet. Deze club. Oh, mooi hoor. Is dit Inter Milan? International de Football? Miami? Football. Oh, Miami. Miami? Ja, dat kan wel Miami, dat hij naar Amerika is. MLS? Ik weet het ook niet. Patrick weet dat wel. Ja, ik ga het vragen. Patrick! Oh, Patrick slaapt misschien nog even. Net. Ik heb hem wakker gemaakt. Manlief. Doe maar niet. Nee, je is chest aan het houden. Ja, ga je lekker zwemmen? Ja. Ik heb veel meer dan een potje nog zien wat ik gekocht. Oh ja, nou ja, dat is ook wel leuk. Dat was niet duur hier, hè? Nee. Een dubbele orchidee. Ja. En deze, we hebben er een aan de buurvrouw gegeven en deze is voor die hier altijd schoonmaakt. Ja, de buurvrouw die heeft gisteren natuurlijk de bloemen gepast toen wij zwemmen waren. Dus ik dacht, nou, neem ik een bloemetje mee. Volgens mij had ik het goed, Inter Miami. Oh, Inter Miami, ja. Niet Inter Milan. En voor de schoonmaakster hier, ja, die, is altijd, die vraagt dan altijd, wanneer kom je en dan met hoeveel? Dus dan zeg ik altijd... Nou zei ik, ja, wij komen en dan een junior komt bij ons op de kamer liggen. En dan lag junior zijn bed lag al klaar. Ons dekbed zit er altijd op als ze ja, we hebben zo'n teddy dekbed, vinden wij lekker liggen.
En dan had ik zitten andere teugzoonsbed, dan gaan de volwassenen en de andere kamer drie kinderen. En zat alles precies helemaal opgedekt. En ja, dat is gewoon altijd heel fijn. En dan het wc-papier vouwt ze dan netjes. En, maar ze is toch gestopt? Nee. Wie? De schoonmaker. Hé, hey, bij ons thuis is die gestopt, maar in Spanje. Oh, thuis? Ja! Ik dacht hier. Nee. Dus ik dacht, nou, als zij nou weer komt, zij komt morgen of overmorgen dat schoonmaken als wij weg zijn, dan zet ik dan neer met een briefje erbij van. Nou, wat lief. Voor Amanda. Amanda. Nou, is het lief? Ja. Oh, en ik had een tasje. Ik heb twee koffie gekocht. Ja, ik heb een roze tasje. Oh, wat leuk. Jij hebt even een lift gekocht. Weet je wat ik leuk vind aan dit pak? Ja, dat het messy is. Nee, niks. Dat het... Ja, die is wel leuk dat die roze is. Roze is. En ja, dat die ook graag is. Oh, en papa, ja. Papa? Ja? Heb je een camera gekocht? Ik heb niks gekocht. Nee, papa heeft niks gekocht. Papa, ik, heeft... papa heeft nooit zoveel nodig als hij een beetje kan koken en bakken en... ja, dat is mijn ding. Gekocht. En wij zijn bij het zwembadje. Dat hoort bij de huizenblokjes van ons. En we hebben hier een ouder gedeelte op het park en een nieuwer gedeelte op het park. En ze zijn ook een gedeelte aan het bouwen. En bij het bouwgedeelte komt ook weer een zwembad wat daarbij hoor. Dus dit hoort bij die appartementen hier zo. Het zijn 11 blokken. Dit zijn er 11, ja. Ja, 11 blokken. Daar zit een kleine zwembadje bij. En dan dat zijn ook een stuk of 8 blokken. Daar zit ook een zwembad bij. Dat is weer daar zo. Ja, daar waar de kraan is, daar worden de nieuwe blokken. En daar zitten dan, ja, daar zit dan ook zwembad bij. Daar komt ook een pak geloof ik, toch? Ja, weten we ook niet precies. Daar zijn wij eens een keer naartoe gelopen met z'n tweeën. Ja, wij zijn een keer daar helemaal die berg opgelopen. Dat is heel lang geleden hoor. Dat is een vlog van 2 of 3 jaar geleden. Toen was je nog klein, madelief. Zijn we echt helemaal daar boven op die berg. Ja, kunnen we wel een keer doen. Ja, dat moeten we dan morgen doen. Morgen doen we een dagje lagoon. Ik kan er in één keer in springen. Maar dat doe ik. Ja? Ik doe het wel. Wat doe jij? In één keer erin springen? Dan moet mama het even filmen. Spring ik er wel in één keer in. Daar gaat Madelief. Daar gaat die papa. Dat was de bedoeling. Ja. Wij zijn in een restaurantje. We zijn al eerder geweest met de kinderen voor de vakantie. La Garden da Rosa. En die vinden wij allebei heel lekker. Dus sinds die zijn naar de havens van Marbella weer, naar Puerto Banús. Want dat vinden ze heel leuk om naar de auto's te kijken en de mensen en de bootjes. En ja, wij vinden dit heel leuk. Dus we hebben. Gesplitst. Ik heb getaxied, ik heb ze afgezet. Zometeen pakken we ze daar weer op. Dat is een kwartiertje. Ja, en we wilden gewoon even hier eten. De laatste avondmaal. Lekker rustig hier zo ook. Heel veel rust. Stil hè? Ik ben gewoon stil. Madelief ook. Ik zei net al tegen Madelief. We hebben natuurlijk best een groot gezin. En Madelief die is wel eens dat ze haar hebben. Dus dat ze haar een beetje plagen. Hoe komt dat? Madelief reageert altijd. Die hapt op plagen. Dus ja, dan ben je degene die het meest geplaagd toch? Deze vakantie is zo rustig, er is er helemaal niks, want Junior die doet niet plagen en Madelief plaagt ook niet. Valt maar wel op, je doet nooit iemand plagen. Maar die oudere kinderen, ja, natuurlijk wordt er een beetje geplaagd, dat is in alle grote gezinnen wel, denk ik. En nou ken ik wel Madelief een beetje uitleggen hoe dat ze daarmee om moet gaan, want ze moet gewoon... Heb je al 10 keer? Ja, al 10 keer uitgelegd. Ze moeten er niet op ingaan. En dat werkt gewoon. Dus ik hoop dat ze dat nou een beetje begrijpt. Hè? Dus gewoon als ze jou iets plagen, wat dan ook, maakt niet uit. Van, oh, dat ken je ook niet goed. Dan zeg je, oh, nou en. Nou en. Schoudertjes ophalen.
Dat ben ik de beste. Hop, nou in. Hop, nou in. Hop, 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 je grote neus. Nou in. Mooi hè, mijn neus. Tegen mij zei ze altijd voor bruine. Hij is altijd tegen mij. Zeg, ja, mooi hè. Oh. Louis. Louieke is ook lekker bij. Nu ga ik even stilmaken. En we zitten onder, dat is wel mooi, want het lijkt een limoenboom. Maar, dat is een sinaasappelboom. Want die dingen, die zijn, even laten zien. Hier water. En dat, bruisend water. Kijk, het zijn nou net of er limoenen in hangen. Maar, dat worden sinaasappels. En januari is de oogst ongeveer. Wat? Bruisend water voor Louis, ja. Ik heb bruisend water. Bruisend water voor Louis. En we lopen nog even een rondje door Puerto Banús. Banús, Banús, Banús. Pas op. Puerto Banús. Jongens, ik vind het niks. Ga daar eens weg. Hij moet zijn ogen met water gooien. Kom. En het is een hele warme avond bij Moonlight. Een moonlight, een zwoele avond moet ik zeggen. Hele zwoele avond, een warme avond. De sfeer is leuk met die lampjes en de muziek overal. Louis is ook bij. En Louis? Nee, dat hebben we vandaag al gedaan. Maar, over 6 weken is het herfstvakantie. Dan alweer? Ja, normaal zit er 8 weken tussen, maar we zijn midden en we hebben vroeg herfst. Okay. Dus normaal zitten 8 weken tussen, nou maar 6 weken. Dus nou, zullen we maar weer gaan dan, junior? 15 oktober gaan we weer. Nou, daar gaan we dus weer. Ja, junior, ga je dan ook mee? Mama, er staat dat Facebook gestopt is, maar ik heb deze Facebook opgerust. Je hebt nog eens Facebook. Nee, daarom. Gek. Nou ja, dit was een dagje uit ons leven. Bedankt voor het kijken naar deze vlog van vandaag. Morgen om 4 uur zijn we er weer. En we hopen dat je abonneert. Houdoe.